Vandaag is het Koningsdag. En zoals we dit jaar hebben genoemd, Woningsdag. En wat je ook van die naam mag vinden, het geeft wel goed aan wat vandaag de bedoeling is. Namelijk dat we zoveel mogelijk thuis, in de eigen woning blijven. En dat is wel echt heel erg jammer. En als ik dan voor ons eigen dorp spreek, is het extra jammer omdat je weet hoe gezellig de Vrijmarkt altijd is. Het hele centrum, druk en vol. En soms mensen die al uren van tevoren een plekje komen bezetten omdat ze zeker willen zijn dat ze een mooie stek hebben. En al dat soort gezelligheid is er dit jaar dus niet. Maar toch is het belangrijk. Want blijf thuis, blijft het motto. Hou vol, hou vol, hou vol. Zei ook de minister-president vorige week. En dat doen we niet zomaar, dat doen we vanwege het virus. Om te zorgen dat er zo min mogelijk mensen ziek worden en doodgaan. Maar ook om te zorgen dat de gezondheidszorg het aan kan. De artsen en de verpleegkundigen. Daarom blijven we thuis. En ook in de verplegende verzorgingshuizen wordt er ongelooflijk hard gewerkt door de zorg. En daarvoor blijven we dus thuis. Ook op zo'n dag als vandaag. Probeer er thuis wat moois, wat gezellig van te maken met elkaar. En als je spullen hebt die je wil verkopen, zijn er schijnbaar hele mooie sites nu extra in de lucht. Dus maak daar gebruik van. Koningsdag is ook altijd de dag waarop we een toast uitbrengen. Dat kan vanmiddag. Dat doen we natuurlijk op de verjaardag van de koning. Maar dat doen we ook om de mensen die een lintje hebben gekregen extra in het zonnetje te zetten. Afgelopen vrijdag heb ik dat gedaan. Het lintje nog niet uitgereikt, dat komt op een later moment. Maar ik heb degene die hem hebben ontvangen, maar dan nog even overdrachtelijke zin, mogen bellen. En ze mogen verrassen met het feit dat ze daarvoor in aanmerking zijn gekomen. Ik zal ze even noemen, want ik vind het goed om toch daar aandacht aan te besteden. Dat was Piet Veldhuis, die ongelooflijk actief is geweest, bijvoorbeeld bij Sint Cecilia. Heel veel vrijwilligerswerk gedaan en ook op een aantal andere plekken. Dat was mevrouw Ria Bakker, die bij de Algemene Hulpdienst bergen heeft verzet om het goed te laten draaien. Echt zo'n stille kracht op de achtergrond. En Carla de Groot, die bij handbalvereniging DSS al jaren actief is en ook terecht een eigen toernooi heeft, vernoemd naar haar. Maar ja, die koninklijke onderscheiding moest er nog van komen. Die heeft ze nu ook gekregen en echt verdiend. Later in het jaar ga ik die ook echt opspelden. Maar de toast van vanmiddag is dus ook voor hen die het zo verdiend hebben. Beste mensen, maak er vandaag even goed een mooie dag van en geniet dan met elkaar in het zonnetje achter in de tuin van Koningsdag.